gaan we nu overschakelen naar Ludwig van Milieu. Ludwig, een goede nacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Odi, odi, ik groet u vanuit Nijmegen. De winter roert nog steeds zijn staart in Nederland. Ik groet dus in het bijzonder ook die luisteraars die middels dit programma van Radio Tamara zich verbonden voelen met hun vaderland Suriname en in alle uithoeken van deze aardbol wonen. We zijn u niet vergeten en we zijn ook blij dat u Suriname niet vergeten bent. Odi, odi. Het is vandaag vrijdag 10 maart. De overgang naar zaterdag 11 maart. Dus we zitten in de ochtend van zaterdag 11 maart 2023. Ik groet u nogmaals. En ik moet u zeggen, het is de wereld. Gaat door een periode van veranderingen. Men noemt het trendbreuken. Een trendbreuk zijn van die veranderingen die in de geschiedenis plaatsvinden, waarna het momentum van de trendbreuk de situatie anders is. Er kwalitatieve veranderingen plaatsvinden. En dat gebeurt nu in de hele wereld door die oorlog in Oekraïne onder andere, die allerlei wendingen krijgt. Weet u waarom? Omdat er is een uitgangspunt in de politiek dat luidt dat je je kan wel even liegen, hè? Ik kan een onwaarheid vertellen aan u, maar ik kan het een tweede keer vertellen. Ik kan een andere onwaarheid vertellen aan u, een leugen zeggen wij dan, hè? Maar het houdt een keer op. En dat de Amerikanen hebben dat gegoten in een uitdrukking van you can't fool all of the people all the time. You can fool some people sometimes. En door deze stelling zie je dat het in de praktijk ook klopt, dat er is een oorlog in Oekraïne en men vertelt van alles erover. Maar op een gegeven moment, dan komt de waarheid bovendrijven. Van wat er werkelijk aan de hand is. En je ziet steeds meer, daar ben ik eigenlijk blij om, dat de wereldopinie een beetje genuanceerder gaat denken over die tegenstellingen die spelen rondom die oorlog van Oekraïne. Dat ding is niet Oekraïne tegen Rusland. De hele wereld is erbij betrokken omdat Amerika, de Verenigde Staten dus, een grote rol spelen in deze oorlog. En dus het wordt al nu algemeen door Al Jazeera en allerlei nieuwsnetwerken in de wereld wordt het benaderd als een oorlog van Rusland tegen het Westen. Want het is duidelijk dat Amerika met Europa een bondgenootschap heeft. Maar omdat er geen politieke eenduidigheid is, zie je dat dus verschillende lidstaten van de Europese Unie een ander standpunt innemen ten opzichte van Rusland. Een genuanceerder, soms een eenzijdiger, maar in ieder geval, het is geen eenheidsworst. En wat nu blijkt in de internationale politiek is dat steeds meer de positie van China, het buurland van Rusland, ook in het gedrang komt, omdat China claimt het recht der naties op zelfbeschikking. En China vindt dat China gemachtigd is om zelf te bepalen hoe haar buitenlandse politiek eruit ziet. En dan begint het natuurlijk met het buurland. Als je een groot buurland hebt en je bent met buitenlandbeleid bezig, dan is het logisch dat je ten opzichte van het buitenlandbeleid moet je dan een standpunt gaan innemen. En de Chinezen zijn dus eigenlijk meegesleurd in die oorlog van de Oekraïne, omdat zij spullen willen leveren aan China, aan Rusland. China is een partner, een handelspartner van Rusland. Dus op een gegeven moment begonnen die Amerikanen heel dominant voor Europa allerlei standpunten te dicteren die bepaalde Europese landen slaafs volgen en weer anderen niet. Die nemen wat afstand tot
de Verenigde Staten. Dat is een goede zaak. En je ziet dus ook dat dus nu dat ten opzichte van China een centrale rol begint te spelen. Want het is heel, het, de situatie staat op scherp in de tegenstelling Verenigde Staten onder leiding van Joe Biden en China. Xi Jinping, die roert daar, die heeft daar de leiding. En je ziet dat er een kloof aan het ontstaan is tussen de standpunten van de Verenigde Staten en de standpunten van China. China houdt, is geneigd meer rekening te houden met de uitgangspunten van Rusland. En Rusland op haar beurt, of op zijn beurt, het hangt er vanaf als je denkt aan het land of de natie. Maar het komt erop neer dat Rusland een aantal successen, wil ik het niet noemen, want ik ben tegen oorlog, zoals ik heb gezegd, maar op het veld, op het oorlogsveld, zijn er wat overwinningen behaald in Oekraïne. En die moeten dan politiek geïnterpreteerd worden. En het komt er eigenlijk op neer allemaal dat er steeds meer vragen komen over de houdbaarheid van die zogenaamde rigoureuze, sterke, harde stellingname van Zelensky tegen Rusland. De vraag is, hoe lang houdt Zelensky het zonder Europese steun en zonder steun van de Verenigde Staten vol tegen het grote Rusland? Ik heb u gezegd, in het begin van de oorlog, dat technisch logistiek die oorlog eigenlijk een verloren zaak is voor Oekraïne. En dat werd tegensproken door de internationale opinie, omdat men heel hoog opgaf over de slimheid en de successen van Zelensky op het oorlogsveld. En men liet zien waar Oekraïnse soldaten de Russen in bepaalde gebieden binnen de Oekraïne versloegen. En de Russen op de vlucht raakten. Dat was in het begin een grote paniek. Omdat ook in Rusland er voorbereidingsfouten zijn gemaakt, waarbij militairen dus eigenlijk onvoorbereid naar het oorlogsveld werden gestuurd. En dat heeft zich in een jaar tijd gekristalliseerd, waardoor nu de werkelijke verhoudingen steeds duidelijker naar voren komen. En het komt er eigenlijk op neer dat militair kwantitatief bekeken Rusland een overwicht heeft op Oekraïne, maar dat de Oekraïne politiek en militair ondersteund wordt door Europa en de Verenigde Staten. Dus, en zo wordt nu de hele wereld erbij gesleept. En ik ga dat rijtje niet herhalen, want ik heb het een paar keer in dit programma al gezegd. Door oorzaken gelegen in de handelssfeer, met name met betrekking tot olie, gas, graan, etc., is de hele wereld nu bij die oorlog in Oekraïne met de haren erbij gesleept. En dus wordt het in de wereld steeds woeliger. Dan laat ik even die natuurrampen schuif ik aan een kant. Aan een kant bedoel ik, sorry. Omdat zowel in Zuid-Amerika als in de rest van de wereld, in de Verenigde Staten, zie je dus dat, in Afrika vergeet ik erbij te vernoemen, dan zie je dat dus die klimatologische omstandigheden veranderen en er allerlei rampen zich voltrekken, vanaf aardbevingen tot en met wateroverlast bij zware overstromingen. Dat heb je dus meestal in die moezontijden in Zuidoost-Azië, maar je hebt ze ook in de Verenigde Staten. Waar, en in Zuid-Amerika natuurlijk, waardoor verschuivingen optreden en er in andere seizoenen grote neerslag geregistreerd wordt. Dus dat er heel veel regen is en die regen die veroorzaakt heel wat ravages, met name erosie, omdat nu de gevolgen van de wilde houtkap blijken dat als er meer water uit de hemel valt, ja, op de aarde. En er zijn geen bomen omdat die bomen gekapt zijn om te gebruiken in de houtindustrie en voor andere doeleinden, stoken, et cetera. Dan krijgt de erosie, dus dat aarde en land wegspoelt,
krijgt meer kans, meer, krijgt meer ruimte. En dan krijg je dus ook meer rampen te verduren. Dus dat zie je in Brazilië. In São Paulo zijn er enorme problemen ontstaan met watersnood. Dat grote delen van dorpen en plaatsen worden weggespoeld door die zware regenval. Maar goed, dat is dus de wereldsituatie. En Suriname doet aardig mee. Alleen moet ik u zeggen dat op het gebied van die extra neerslag, ik heb het over de extra neerslag, want het blijft regenachtig in Suriname, zie je dus dat er nog steeds sprake is van een verschuiving van het zuiden in Suriname naar het noorden. Dus door die verschuiving van die intertropische convergentiezone, dat is dat gebied waarbinnen zware regenbuien vallen, is verschoven naar het noorden. Waardoor nu meer regen valt in Paramaribo. Ja, en vroeger merkte je er niet zoveel van. In het binnenland wel hoor, want ik kan me nog herinneren als kleine jongen dat er regelmatig overstromingen waren bij die plantages in het binnenland. Maar dat was minder bekend in Paramaribo, ook door de stand van de media. En nu de media erop vooruit gegaan zijn, internationaal, niet in Suriname hoor, inhoudelijk, maar internationaal zijn er op het gebied van de informatietechnologie allerlei mogelijkheden ontstaan. Internet is uitgebreid. Je hebt een heel mobieltjes handelscircuit gekregen. En daarbinnen de sociale mediaontwikkeling, de ontwikkeling van grote providers, Facebook, Microsoft, die doet in zoveel gedaantes mee aan het verspreiden van informatie over de wereld. En daardoor worden we beter geïnformeerd en sneller. We krijgen sneller informatie. Dus laat mij dan direct duiken naar de actualiteit in ons geliefd Suriname. Het is namelijk zo dat in Suriname op dit moment de bevolking zich opmaakt om weer op straat te gaan naar aanleiding van de verslechterde situatie in het land. Het is heel slecht gesteld met de economie in Suriname en met de sociale rust. Namelijk doordat de mensen geen eten hebben en moeilijk aan eten kunnen komen, is men sociaal onrustig. Men is snel afgeleid en die bevolking die wil alsmaar signalen afgeven dat het, hoe zal ik het zeggen, dat het water is zo gestegen bij de individuele problemen van de mensen, dat men te einde raad is en in die fase van besluiteloosheid en wanhoop, moet je zeggen, men is wanhopig. Als je ziet dat je gezin eraan gaat, je familie gaat eraan, de nood is structureel, dus wat incidenteel was, wordt structureel. Je komt vast te zitten. Eenverdieners die proberen het op te lossen door in overleg met de familie naar twee verdieners over te gaan. Maar als ook twee en drie verdieners samen met hun salarissen niet uitkomen in de maand, dan heb je een probleem. En dat probleem manifesteert zich steeds duidelijker in Suriname. En dan zie je dat onze regering, die wordt beslist en bepaald door een stelletje dommerikken. Ik ga die dingen duidelijk zeggen. Ik ben niet aan het vloeken of schelden hoor. Ik praat de waarheid. Het blijken steeds meer dommerikken te zijn die we hebben overschat. We dachten, nou ja, god, misschien zijn ze niet bijster intelligent, maar kunnen ze wel oplossingen bedenken voor de actuele nood in Suriname. Maar zelfs dat kunnen ze niet. Dus men doet trouwens bitter weinig aan politiek bestuur in Suriname. Het hele systeem ligt muurvast. En dat is de grote klacht van vandaag de dag. En dan geef ik u het allerbelangrijkste nieuws van enkele uren geleden, is dat een groep
Surinamers. Ja, en ik kom zo direct op die groep. Die heeft bekendgemaakt dat op 24 maart aanstaande. Het is altijd goed. Ik heb in mijn actieverleden geleerd. Wanneer je acties houdt, moet je ook de dag bekendmaken. Hè? Want mensen vergissen zich in data. Maar als je zegt bijvoorbeeld, als je die dag erbij noemt, dan heb je een dubbele eiking dat men zich niet kan vergissen. Maar goed, op 24 maart aanstaande, kijkt u maar in uw kalender, want ik heb het niet zo bij de hand om te weten welke dag dat is. Maar op 24 maart is aangekondigd, vindt de tweede grote massameeting, naast die laatste van 17 februari, jongstleden waarvan Pakitao Biervliet de leiding had, ja, de opeenvolgende massademonstratie tegen de regering, ja, het regeringsbeleid, vindt plaats op 24 maart aanstaande. En het belooft een grotere massameeting te worden dan die van Pakitao. En ik kom met in mijn analyse kom ik terug op die manifestatie die is geweest. En dus die nu een follow-up krijgt. Dat is eigenlijk de samenvatting. Die manifestatie krijgt een follow-up, nummer 2. Demonstratie nummer 2, 24 maart aanstaande in het jaar dus 2023. En de plaats is het Onafhankelijkheidsplein. En met nadruk zeg ik dit, omdat die organisatoren, die hebben zich gestoord aan wat allemaal tijdens de Pagua-viering in Suriname wel kon. Omdat het ging om de achterban van de president. Ja, en Suriname in raciale termen uitgedrukt. Dat daar dus het hindoeïsme mee betrokken is. En dat is het geloof. De kerk van een groot deel van de aanhang van de VAP. En dan zie je dat plotseling er geen regels zijn. Alles kan rondom het paleis en rondom het plein. Want de president drukt uit aan zijn volk, aan zijn achterban. En dan praat ik in etnische termen, omdat die president een groot probleem heeft veroorzaakt in Suriname, dat etnisch is, waar ik ook zo op terugkom om het te analyseren. Doordat het volk ziet dat dat dus wel mag en kan, heeft men dus het initiatief genomen om die demonstratie van de bevolking, ik noem het de spontane volksopstand, om die te plaatsen op 24 maart. Aanstaande, en het begint om 10 uur 's morgens, roept men iedereen in Suriname op om naar het Onafhankelijkheidsplein te gaan, om te laten zien aan de president en zijn regering dat het volk van Suriname het welletjes vindt. Men is zeer ontevreden over de stand van zaken in de economie en de politiek in Suriname. En men komt met hun maandelijkse salaris, met het loon, komt men, ondanks het feit dat men salarissen bij elkaar optelt, komt men niet uit. En men voelt zich zelfs beledigd door een broodje dat nu door de zogenaamde First Lady, die mengt zich ook in het politieke gewoel. Want ik heb u altijd in dit programma voorgehouden dat de First Lady, die geen enkele grondwettelijke politieke rol mag vervullen in Suriname, telkens haar hoofd uitsteekt op de politieke podia om ook een enige rol te vervullen. Maar die rol heeft ze niet grondwettelijk. Maar ze is nu verbonden aan een actie waarbij men noodlijdende Surinamers een broodje pindakaas geeft. Of een voedselpakket. Men varieert het een beetje. Maar het komt er gewoon op neer. De regering komt niet verder dan te schrikken als men ziet dat het volk ontevreden is. En dan deelt men iets uit. Hè. Het heet, wanneer het om geld gaat, nou heet het koopkrachtondersteuning, ja, dan krijg je geld. En dat bedrag is 1800 Surinaamse dollar, dus SRD. Ja, is nog nauwelijks 50 euro. Krijg je toegestopt om even je waffel te houden.
En men gaat gewoon door alsof er niks geweest is, alsof er niks gebeurd is. En dus ik was gebleven bij het aangeven van het antwoord van de regering op die economische en politieke malaise in Suriname. Komt men niet verder dan cadeautjes te verdelen. Brunswijk gooit geld uit vliegtuigen. Terwijl men enerzijds dus wordt het geld gestrooid. Wordt er met geld gestrooid. En anderzijds klopt men op de deur van supranationale lichamen zoals het IMF, de Wereldbank, de DB en noem maar op, een Oppenheimer. Overal klopt men op de deuren van financiële instellingen op zoek naar geld. En als je kijkt wat men met dat geld doet, nou dan ga ik u zeggen, dan is dat teleurstellend. Het is teleurstellend wat er in Suriname aan de hand is. En dan ga ik even, ik ga even door met die manifestatie die is aangekondigd een aantal uren geleden. Dat die gaat plaatsvinden op 24 maart aanstaande. En ik eventjes nog op die manifestatie door. De plaats is dus het Onafhankelijkheidsplein. En natuurlijk, ik was gebleven bij u te argumenteren waarom de nadruk ligt op de locatie Onafhankelijkheidsplein. Omdat de president heeft laten zien dat er geen enkel probleem is om grote aantallen mensen te ontvangen op het Onafhankelijkheidsplein. Dat is een hele geschiedenis zo geweest in Suriname, dat de bevolking bij allerlei feestelijkheden, maar ook bij politieke manifestaties, gebruik maakt van het Onafhankelijkheidsplein om haar mening te uiten ten opzichte van de politiek bestuurders in Suriname. Dus 24 maart 2023, 10 uur 's morgens. En dan ga ik naar de organisatoren. Want ik als journalist voel ik me ook geroepen om mijn adhesie te betuigen. Ja, bij wijze van uitzondering, omdat het gaat om een noodtoestand in Suriname. Het is erop of eronder. En het is namelijk zo dat die organisatoren, die hebben één slimme aanpassing gepleegd. Ze maken hun doelen iets duidelijker bekend. En ik verwacht dus tussen nu en 24 maart dat er in de propaganda voor die manifestatie, voor die volksopstand, dat men steeds duidelijker het politieke doel profileert. En ik pik uit die onderwerpen een paar belangrijke voor u, waarvan ik vind dat die een centrale rol moeten vervullen. En dat is het houden van verkiezingen. Men wil dat gaan schuiven naar de eerste plaats, dat de kiesregeling een belangrijk aspect is van de soevereiniteit van de Surinaamse staat. En die opstand, die volksopstand, is bedoeld om een signaal af te geven aan die regering dat wij die soevereiniteit, dat recht der naties op zelfbeschikking, niet te grabbel gooien. Wij gaan het land Suriname aan geen enkele buitenlandse mogendheid uitleveren. En nu, wat nieuw is bij deze politieke manifestatie, is dat men zich nu, men ziet bij in verband met het niet krijgen van antwoorden van die regering, op zijn Surinaams gezegd, een regering Ejidesma Dofzee, en dan richt men zich nu tot het DNA, de Nationale Assemblée van Suriname, tot het parlement en alle leden, dus tot regering en oppositie, vertegenwoordigd in het DNA, omdat daar de dagelijkse politiek wordt behandeld, zegt men dat de volksvertegenwoordigers deze keer ook aansprakelijk zullen worden gehouden voor de situatie in het land. Als die regering niet optreedt, als die regering het vuurtje de verkeerde kant op laat gaan, zoals bij die vorige betoging, dan kan men niet de vermoorde onschuld uithangen. Men gaat het DNA met de Surinaamse Assemblée, de Nationale Assemblée, gaat men met de haren erbij slepen
om te wijzen op de verantwoordelijkheid van de Surinaamse politiek en de politici. En men heeft de leuze, en dat vind ik een geweldige goede leuze, nationaal belang staat boven partijbelang. En in het verlengde hiervan vul ik als persoon aan, want daar gaat dit programma over. Ik breng het actuele nieuws naar u toe in de vorm van een persoonlijke analyse. En ik moet u zeggen, deze leus van nationaal belang staat boven partijbelang. Ga ik aanvullen met, staat ook boven persoonlijk belang, staat ook boven etnisch belang. Want in mijn analyse is de etniciteit, de manier waarop de regering omgaat met de etniciteit in Suriname, is levensgevaarlijk, levensbedreigend en is iets dat we helemaal voorin bij onze politieke doelen moeten plaatsen. Want je kunt in Suriname niet leven als jij dat niet doet in vrede met alle Surinamers. En ongeacht ras, ongeacht levensovertuiging, ongeacht partijpolitieke binding, et cetera, dat men iedereen moet betrekken bij het emancipatieproces en bij het wordingsproces van de Surinaamse natie. Ja, dat is een algemeen goede doelstelling. En dan ga ik even als slot van deze aankondiging, want het is een nieuwsfeit dat zeer actueel is en dat de Surinaamse situatie enorm zal aanspreken, beïnvloeden. En het is wijsheid die er nu aan te pas gaat komen, hoe de ontwikkelingen zich in de komende periode gaan voltrekken in Suriname. Suriname staat op springen. De spanningen zijn voelbaar bij de bevolking en uiten zich op alle gebieden. Ik sla opzettelijk de paragraaf van criminaliteit en die dagelijkse problemen die je in de pers verneemt, sla ik over, want anders zie je de bomen het bos niet. Maar ik was gebleven bij het aanhalen van de organisatoren van die grote aankomende volksopstand in Suriname. En daar wil ik dit van zeggen. Ik begrijp dat om tactische redenen men de kern van de leiding niet bekend maakt, omdat men heeft geleerd uit die lessen van wat deze regering heeft gedaan met Pakitao, maar ook met die chauffeur van Pakitao, ja, die familie Ram Harak, Ashwin Ram Harak, een 28-jarige chauffeur van die truck waarop Pakitao stond, is nog steeds niet vrijgelaten. Althans, volgens mijn berichten, als hij wel is vrijgelaten, hoor ik het graag. Maar volgens mijn waarnemingen nog niet vrijgelaten. En Pakitao heeft bekendgemaakt toen hij werd vrijgelaten dat hij niet zal rusten voordat deze Ashwin Ram Harak vrijgelaten is. En ik moet u zeggen, ik vind dat die organisatoren van die protestdemonstratie moeten dit punt prominent op hun agenda plaatsen. Want je bent ongeloofwaardig als jij een tweede manifestatie organiseert en jij de problemen van die eerste manifestatie niet solidair helpt opruimen. En een van die restanten van die problemen die zijn veroorzaakt door die eerste demonstratie van 17 februari jongstleden, is dat nog steeds, dus de familie Ram Harak, ja, wordt beschadigd door die 28-jarige chauffeur van die soundtruck waarop Pakitao stond om die in gevangenschap te houden. En het nieuws, het droevige nieuws rondom die vorige demonstratie is dat de moeder van Pakitao, ja, mevrouw Paiman, dat die een hartaanval zou hebben gekregen en in het ziekenhuis is opgenomen. Die hartaanval, dat is volgens de verklaring van Pakitao zelf, is in verband te brengen met de toegenomen spanningen bij die vrouw rondom de gevangenneming van Pakitao Biervliet. Ja, dat is een nasleep van de opstand
opstand, de volksopstand van 17 februari, ja, waarvan men wist en weet in Suriname dat die een follow-up gaat krijgen, omdat de problemen niet zijn opgelost. En in plaats van met die bevolking te gaan praten, de president in de praktijk gewoon met een bottenhamer heeft gebeukt op die bevolking en mensen zomaar à la Dolly gearresteerd. De president, Santokie, heeft de aanval geopend op de media. Dat wil ik direct ook, laat me dat direct nu behandelen. Dus in plaats van een handreiking te doen aan die bevolking, heeft die president een aanval geopend. En zoals hij altijd doet, hij praat leugenachtig over wat er feitelijk aan de hand is. Want hij praat zelf over nationale dialoog. Met andere woorden, het klinkt alsof hij wil gaan praten met de mensen. Maar niks is minder waar. Terwijl hij praat over de nationale dialoog, zie je in de praktijk dat hij gewoon mensen gevangen neemt. Hij duldt geen tegenspraak. En heeft het gemunt op de media en de mediawerkers en de journalisten. Die worden het leven zuur gemaakt. En het laatste nieuws hierover is dat de president heeft bekendgemaakt dat hij het buitenland, en dan moet u denken natuurlijk aan Nederland en de Verenigde Staten, om hulp gaat vragen om die Surinamers die in het buitenland zitten en in de media hun mening laten horen over wat zich in Suriname voltrekt, dat hij die ook wil gaan aanpakken met medewerking van het buitenland. Natuurlijk is dit een zinloze exercitie en natuurlijk ook een soort ultradom gepraat van onze president, die naam begint te krijgen in het buitenland, dat hij de meest ongerijmde absurditeiten uit en in feite blijk geeft van een minimum aan politieke bagage te hebben, een minimum aan wetenschappelijke inzichten, en dan komt hij constant met dit soort domme uitspraken, dus dat hij het buitenland gaat vragen om journalisten en Surinamers die hun mening uiten, gebruik makende van de vrijheden in die democratische landen, gaat hij vragen om die Surinamers uit te leveren aan hem. Nou, dat wil zeggen dat ik ook bang zou moeten worden en zou moeten uitkijken. Ik moet u zeggen, ik verwijs dit soort uitspraken van die president echt naar het Rijk der Fabelen. Ze maken 0% kans om internationaal zelfs gehoord te worden. Men doet het onmiddellijk in de prullenbak. En laat me u in dit verband, want ik ben bezig met die slotparagraaf over die aangekondigde volksopstand op 24 maart aanstaande. Waarom ik erbij blijf stilstaan, is dat de Surinamers die de politiek niet volgen, die begrijpen het niet. Maar als je de politiek volgt, dan is dit een barometer. Het is een sterke aanwijzing dat grote problemen, een grote clash gaat er komen in Suriname, die de regering zal dwingen om van koers te veranderen. Want men heeft het eerst met zachte hand geprobeerd uit te drukken. Toen heeft de regering erop gebeukt. En die arme Panquito Biervliet is slachtoffer daarvan geworden. Zijn moeder en die gevangen genomen chauffeur, die is gekneveld en nog steeds door die regering onmenselijk wordt behandeld. En dan zijn wij Surinamers zo laf dat wij daarna zitten te kijken en niemand komt in actie. En daarom zeg ik dat het een morele plicht is van die actievoerders van 24 maart aanstaande, dat die primair moeten opkomen voor het oplossen van alle problemen die de president heeft veroorzaakt na die eerste betoging van 17 februari jongsleden. En daarvan is heel duidelijk benoembaar de arrestatie en onrechtmatige gevangenneming van de 28-jarige chauffeur van de soundtruck van Panquito Biervliet. Die man heet meneer Ashwin Ramharak en de familie Ramharak moet worden gecompenseerd voor alle geleden schade door dit knevelen van een van de medewerkers van Panquito Biervliet. En ik vind het zeer terecht en correct van Panquito dat hij direct na zijn vrijlating bekend heeft gemaakt dat hij
de energie primair gaat aanwenden, dat allen die solidair met hem waren, gevrijwaard worden van allerlei consequenties en in vrijheid kunnen leven in Suriname. En ik zou dit goed inpeperen bij die organisatoren van die demonstratie van 24 maart, want ik kan u verzekeren, de wereldopinie staat aan jullie zijde. Dus gooi het niet te grabbel. Jullie hebben de wereldopinie aan je zijde. En wie zijn die jullie? Want daar kom ik nu op de organisatie. Namelijk Margo of Marge heet ze. Marge of Marge Getrouw. Cibrano Piquet. Janine Jurel. Maisa Neus. Martin Atencio. Een inheemse. Randall Veller. Marcel Oostburg. Organic Movement. Dat is die groep rondom Dave. De Dave Podcast. Heel goed programma. Abos. Nawisranang is een organisatie. Hè? Nawisranang. En verder, dus als 11e groepering, zijn het individuele Surinamers die enige maatschappelijke relevantie hebben en ook ontevreden zijn met het gevoerde one-beleid en het slecht functioneren van het Surinaamse parlement. Dat zijn die 11 groepen die nu geïdentificeerd kunnen worden. En ik vind het om tactische reden juist dat ze even een beetje in het midden laten de werkelijke namen van de leiding. Maar ik geef aan dat dit een onvermijdelijke verplichting gaat worden om jouw leiding te identificeren. Unomus vrede. Want men moet niet doen alsof er in Nederland is het rondom die verkiezingen, wat ik vergeten ben te zeggen, zo net van 15 maart aanstaande, spreekt Rutte van de linkse wolk. hij moet ook een vijand benoemen. Dus die man zegt, hij voert strijd tegen de linkse wolk. Dus wie niet links wil zijn in Holland, wordt opgeroepen om op Rutte te stemmen. En natuurlijk gaan dit soort trucjes, die worden in het buitenland doorzien. Maar in Suriname met een gemiddeld laag ontwikkelingsniveau van die bevolking, is het nog maar de vraag of men deze tactische politieke manoeuvres doorziet. Dus ik ga terug naar die leiding van het volksprotest dat gehouden wordt op 24 maart aanstaande. Dat die namen zijn nu bekend. En ik moet u zeggen, ik ken bijna allemaal vanuit de media. En het zijn allemaal influencers. Persoonlijkheden die een behoorlijke achterban weten te verzamelen. En ik moet u zeggen, wat nu aan de orde is, is de formele inbedding van dit spontane volksprotest in organisatorische eenheden. Je kunt niet een massa gaan bewegen en niet bekendmaken wie de leiding heeft. Want die fout heeft Paquito gemaakt. Hij heeft een beetje geluk dat het niet zo heel erg uit de hand is gelopen. Want ik kijk niet naar die schade die wordt geleden, hoor. Ik behoor niet tot diegenen die zitten te treuren om zogenaamde materiële schade van winkels. Ik treur om de kinderen in Suriname, dat is de grote meerderheid van die bevolking, is beneden de 20 jaar. Ja, die hebben geleden op allerlei manieren onder de druk van de economische chaos in het land en de politieke chaos. En je kan je niet voorstellen wat dat betekent. Dat betekent dat Santokki door zijn falend politiek beleid samen met Brunswijk de toekomst van de jongeren in Suriname nu al hebben verkwanseld. Dus het is zo dat die jongeren, die zullen eronder lijden en u zult het merken decennia na dato vandaag. Dan gaan die gevolgen zichtbaar zijn. En ik heb juist met die groep te doen. Maar ik ga terug naar de leiding, waarom ik zeg dat volksopstand, dat betekent burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook burgerlijke ongehoorzaamheid wil niet zeggen chaos. En natuurlijk, die organisatoren die hebben bekendgemaakt, ik heb het gelezen in hun eerste pamflet, dat ze zich focussen op winkeliers die hun winkels dicht moeten houden op die datum. Ze moeten gewoon die winkels sluiten en die bevolking moet gewoon weten
dat op die dag het moeilijk zal zijn om naar de winkel te gaan. Dus hou daar rekening mee. En die winkels moeten gewoon hun winkels dichtmaken en tegen plunderaars en mensen die opzettelijk chaos willen creëren in Suriname. Ja, en dat is een goede zaak dat die organisatoren oproepen dat die winkels ook een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En niet straks met een beschuldigende vinger moeten gaan wijzen op holgeslagen jongeren die al dan niet zijn aangestoken. Maar en dan kom ik op die organisatie, dus ik zeg, laat men zich beraden om op korte termijn, en het moet niet te lang duren, want dan kunnen dingen verkeerd lopen. Er moeten op een aantal namen, en dus nu zijn het deze namen die ik nou heb genoemd, die officieel zich moeten uitroepen tot de leiding, niets gebeurt zonder een goede leiding. Die leiding moet bekend zijn, en die leiding moet kunnen instaan voor alle consequenties. Want anders roep je mensen gewoon op straat om chaos te creëren zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je daden. En dat kan niet. Want dan ga je zien dat er dingen gaan gebeuren in Suriname. En waar ik op wees, is dat misschien nu de tijd is aangebroken dat al die mensen die met een grote mond babbelen en anderen de straat opjagen en zich teleurgesteld uiten omdat ze vinden dat er te weinig mensen de straat op gaan. Maar zij zelf komen ook de straat niet op. En ik doel eigenlijk op een silent majority binnen de VAP. Dat zijn Hindustanen die het oneens zijn met Santokhi. Die ook vinden dat hij een raciaal beleid voert. En dat hij friends and family bevoordeelt. Maar ze uiten het niet. Ze komen niet op straat. Ze blijven weg. Het is die grijze wolk die onzichtbaar is, maar die er wel is. En natuurlijk is men bang, omdat die etnische tegenstellingen die kunnen gaan opspelen bij zo'n volksopstand. Dus men denkt aan eigen hagje, maar daar moeten wij nu afstand van nemen door organisatie. Door je aan te sluiten bij een organisatie en leiderschap te accepteren, betekent dat in ruil voor die acceptatie de leiders ook die strijd moeten aangaan met alle consequenties van dien. Ja, en ik moet u zeggen, er hebben velen in Suriname die hebben onzichtbaar op eigen risico strijd gevoerd, ja, en dragen die consequenties zelf. Begrijpt u? Dus we zijn gewaarschuwd. Dus nogmaals een beroep op die organisatoren van dit volksprotest om officieel aan te geven wie de leiding hebben op de dag van het volksproces. Wie zijn die personen die de leiding hebben? En dat vergemakkelijkt de zaak. Want dan kunnen wij in het buitenland, en dat zeg ik even duidelijk, want in Suriname zie je dat er enorm weinig ervaring is met de zienswijze van de internationale publieke opinie over spontane opstanden in landen. Het eerste wat men wil weten is vanuit welke hoek dat volksprotest komt. En of het een stabiel signaal is, want je hebt duizend soorten signalen. Hè? Boeven en schurken kunnen ook een signaal geven. Die Surinaamse handelskwassa die verbonden is met de cambio's, die geeft ook een signaal door die koers alsmaar te laten stijgen. Dat ze lak hebben aan de noden van die bevolking. Dus dat zijn, dus dan moet jij zo dapper zijn door je identiteit bekend te maken. We weten, als het gaat om die koers, moeten we die cambio's en alle actoren in de financiële wereld, bij de financiële markten, moeten we aansprakelijk houden. En dat juist doet men niet in Suriname. Men kijkt weg, men doet alsof het een grijs gebied is, en wanneer die opstand feitelijk aan de hand is, wanneer er feitelijk sprake is van burgerlijke ongehoorzaamheid, dan vallen er klappen en dan zie je dat er persoonlijke slachtoffers zijn, omdat niemand eigenlijk die centrale verantwoording op zich neemt. En wanneer de centrale vertegenwoordigers, zoals in dit geval Pakkie Tau, bij de lurven wordt gepakt en wordt aangevallen door de regering, dan zie je dat die solidariteit van die bevolking minimaal is naar die enkelingen toe. En daar heb ik het over. Dat we moeten opkomen met z'n allen voor vrijlating van die chauffeur van Pakkie Tau,
omdat we lafaard zijn als we met een tweede en derde betoging beginnen en de problemen die zijn veroorzaakt bij die eerste betoging nog doorspelen en dan spreekt men die schuldigen, die hoofdschuldigen zoals de assemblée en de president, die daarmee gaan we gewoon aan tafel zitten. Die president wil aan tafel met ons komen zitten in het kader van de nationale dialoog en de assemblée die vergadert maar door alsof er belangrijkere dingen zijn dan het welzijn en welbevinden van de eigen Surinaamse bevolking. Nou, dan zeg ik, omdat ik bewust deze opkomende volksopstand naar voren heb gebracht, heb bekendgemaakt, neem ik de verantwoording voor de actualiteit te verschuiven naar het volgende programma. Dat zal zijn op zondag, aanstaande nacht van zondag op maandag. Dan ga ik meer de nadruk leggen op wat het feitelijke nieuws is. Maar ik geef u nu reeds een voorproefje om te gaan eindigen. En dat is dat er een brief, dat ding heeft me al een beetje geschokt, man, toen ik het nieuws hoorde. Op 1 maart 2023 is er een brief gegaan van Ronnie Brunswijk. Die heeft die brief gestuurd. Ja, en in de hoedanigheid van vicepresident van Suriname. Dus hij gaat optreden als vicepresident. En kijkt u, ik ga analyseren waarin hij optreedt. Ronnie Brunswijk schrijft een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. Dus aan Brontos Jomaharjo. Je kan zeggen, de lamme schrijft een brief aan de blinde. Dat is dus die brief van 1 maart 2023 die nu alom wordt doorgegeven op internet. U kunt het gewoon downloaden. Die brief is te zien. En in die brief draagt Brunswijk, de vicepresident, draagt de minister van Binnenlandse Zaken op om $655.000, dat is meer dan een half miljoen, om dat geldbedrag vrij te maken voor de viering van de jaardag van de vicepresident op 7 maart. Ja, op 7 maart is de vicepresident, dat is Brunswijk zelf, is jarig geweest. Dus hij schrijft een brief aan die minister van Binnenlandse Zaken om aan hem $655.000 over te maken om zijn verjaardag te vieren op 7 maart. En dan gaat het verder hoor. En dan zegt hij dat dat bedrag kan die minister van Binnenlandse Zaken afschrijven van de postarmoedebestrijding. Dus dat geld moet dus niet alleen het feit dat geld ter beschikking wordt gesteld van de viering van een verjaardag. Nee, hij mag het halen uit die kas, uit die pot die bestemd is voor armoedebestrijding. Uit die pot mag hij dat bedrag reserveren voor de verjaardag van de vicepresident. Nu ga ik u zeggen, toen ik deze brief las, want nu komt de analyse, dan zie je dat, en dat is die laffe houding van die regering. Ze zijn het onderling niet eens met elkaar. Maar dan zie je dat meneer Santoki, die ook van want te weten hoor, want die heeft ook zijn bedragen die hij naar zichzelf laat sluizen, maar hij geniet van die dommigheid van de ABOP om dat zo openlijk te doen, waardoor ze enorme politieke schade kunnen oplopen. En dat, dus ik waag het te betwijfelen, maar ik zeg het toch openlijk tegen u in het programma, want ik maak dit programma spontaan. Ik ga niet zitten spinnen om het volk op te hitsen of om dingen te bedenken om andere mensen kwaad te maken. Ik zeg dit spontaan wanneer ik dit soort nieuws naar me toegestuurd krijg en het nieuws moet analyseren, dan zie ik direct in één seconde zie ik dat het niet onwaarschijnlijk is dat, en ook de prominente manier waarop het verspreid wordt, dan zeg ik, dan is het niet onwaarschijnlijk dat dit nieuws uit de koker komt van de VAP. En dit is, zeg ik, op eigen verantwoording. Het is een analytische, het is een hypothese. Een hypothese dat als ik de kaarten naast elkaar leg en mijn analyse erop loslaat, dan zie ik dat dus Brunswijk
Dus ik heb het niet voor niemand al genoemd, de lamme ledenblinde. Dat die lamme Brunsbreik, die van politiek geen kaas gegeten heeft, die schrijft zo'n brief naar de minister van Binnenlandse Zaken om een bedrag van $655.000, meer dan een half miljoen, ter beschikking te stellen voor de viering van zijn verjaardag. Dat doet het me denken aan die verjaardagviering van Amafo, van de ABOP, die destijds, dus die minister Amafo, die zogenaamd is teruggekeerd naar de ABOP, dat die verjaardag van Amafo de ABOP duur is komen te staan, want het heeft betekend het aftreden van Alice Amafo. En ik denk dat deze brief ook bedoeld is als een aanval van de VAP op de ABOP, om die ABOP, want natuurlijk, Brunsbreik is ook niet gek, hij moet intern hebben afgestemd of hij dat kan maken, om van de minister van Binnenlandse Zaken meer dan een half miljoen te vragen voor de viering van zijn verjaardag. Nou, en dat, dat de VAP hieraan heeft meegewerkt, en voor zover de PAP niet eraan heeft meegewerkt, is de VAP ook mede verantwoordelijk hiervoor. Dus we kunnen niet alleen Brunsbreik kwalijk nemen voor die stomme brief en voor het uitlekken daarvan en voor alles wat ermee samenhangt. De hoofdverantwoordelijke blijft de VAP. En dat moeten we onthouden bij deze nieuwsfeiten. Want dat is het eerste wat in me omkwam. Wie maakt zoiets bekend? Wie heeft er belang bij dat zoiets direct zo groot, een groot mogelijke rijkwijde krijgt en bekend wordt bij grote delen van de wereldbevolking? Kan je bijna zeggen. Dus dat is Suriname op zijn best, zal ik zeggen. Het is een en al een corrupte zooi. En ik roep daarom op, middels dit programma, dat als wij niet met z'n allen die welgezond verstand hebben, hier een onmiddellijke halt aanroepen, dan is het verloren met ons Suriname. Ik ga niet, vanaf nu ook, u gaat merken, ik ga niet meer behandelen alle fouten en corruptieschandalen, want er komt geen einde aan. Het ene geval na het andere, en nu is er, daarmee eindig ik. Je hebt dus nu in Suriname de grondpolitiek, dat heb ik de vorige keer aangehaald, van de Stichting Machinale Landbouw, die oneigenlijk op oneigenlijke gronden heeft verkocht en verdeeld. Je hebt de situatie die van de KLM tegen de Surinaamse regering, tegen de SLM dan zal ik zeggen, dat er daar eerst door de KLM is aangegeven dat ze het goederentransport zullen stoppen, omdat er problemen zijn met die landingsbaan in Suriname. Die is niet onderhouden en er waren scheuren in die baan zichtbaar. De KLM heeft toen in het verleden verschillende malen hierop gewezen dat het tekort of de achterstanden op technisch onderhoud consequenties gaan hebben voor het vrachtvervoer. Dus die hebben om te beginnen om het personenvervoer te beschermen, heeft de KLM bekendgemaakt dat ze het vrachtvervoer gaan stoppen. En ja, dan hebben de Hindoestaanse zakenlui van de VAP hebben wel oor, want hun groente moet worden geëxporteerd. En als de KLM zegt, oh, we stoppen dat ding, want jullie onderhouden die luchthaven van jullie niet, dan heeft men wel oor, dus men rende om dat ding te stellen met de KLM. Toen was men direct on speaking terms met de KLM om het aan te pakken. Dus de goederentransport is weer mogelijk via de luchtvaart. Maar toen heeft zich dus nu een probleem voorgedaan met een lekkenband van de KLM, waarvoor de KLM gewaarschuwd heeft dat als die scheuren in die landingsbaan niet worden aangepakt door het onderhoud van de SLM en van de luchthaven Sanderij als aparte autoriteit, dat men die zaak op orde moet hebben. En dat gebeurt niet, dus beginnen de rampen zich nu te voltrekken. Nu is het een klapband en er zijn geen persoonlijke slachtoffers. Maar ik kan u zeggen, ik hoop het niet, ik klop af. Ik hoop niet dat dit de prelude is van wat zich in het verleden heeft afgespeeld, dat een defect ELS-systeem, dat is dat systeem waarmee vliegtuigen die landen door de toren van Sanderij worden begeleid, van hoe ze moeten vliegen, dat als dat ook stuk is, dus jouw ELS-systeem is stuk,
jouw baan vertoont scheuren, dan betekent dat dat jij in feite rijp bent voor een groot luchtvaartongeluk. En ik ga u zeggen, deze keer gaat het niet om 185 doden. Het zullen er meer zijn. En ik schaar me achter de autoriteiten van de KLM om deze waarschuwing heel serieus in te pieperen bij de Surinaamse politieke autoriteiten. Want ze spelen al met het geld en de bezittingen van Suriname. Ze spelen al met de gronden en nu gaan ze spelen met mensenlevens. En dat gaat ook, we moeten Santo Ki hiervoor verantwoordelijk houden. En ik moet u zeggen, de volgende uitzendingen kom ik terug op de aanval die geopend is door Santo Ki op Surinamers buiten Suriname. Dat als die zich kritisch uiten ten opzichte van zijn regering, hij het buitenland gaat vragen om mee te werken met hem aan de arrestatie van die Surinamers en personen in het buitenland die zijn regering kritiseren. Nou, dat een dommere uitspraak is niet denkbaar. Maar goed, dan ga ik in die komende uitzending, en dat wordt een spannende van aanstaande maandag, ga ik zeker in op de installatie van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Robert Foucher, en op de aanwezigheid van Nederlandse militair technisch materiaal, waaronder voertuigen en andere dingen die het oog niet ziet. Ik heb begrepen dat eigenlijk op 8 maart ook al een aantal militairen daar naartoe gegaan zijn. Meer dan 300. En ze noemen het namelijk jungle training. Ja. Je moet een kind een naam geven. Juist, die jungle training ga ik ook analyseren. Omdat Nederland op een zeer oneerlijke manier, als die berichten waar zijn, de onwetendheid van die Surinaamse defensiekrachten misbruikt om daar jungle training zo aan te komen houden en daar niet voor te betalen. Ik wil weten wat Nederland betaalt daarvoor, want het zijn trainingen die in de hele wereld duur betaald worden. En dan brengt men in Suriname muziekinstrumenten voor het Surinaams leger en komt men daar snuffelen en allerlei kennis. Want jungle training kan je niet overal, je moet er eerst een jungle voor hebben. En dat heeft Suriname. En Suriname, en dan zijn er handelaren. De handelsklasse is aan het bewind. Maar men maakt geen gebruik van de diensten die men verleent aan Nederland in defensie op zich. Om dat ook om te zetten in een verdienmodel. Ja, dus daar wil ik op wijzen. Dat men alleen maar aan schenkingen denkt. En die bevolking met allerlei rommelberichten opzadelt. Maar dat ons leger niet wordt versterkt. Er is geen eenheid in het leger. Op dit moment is de militaire vakbond is bezig de rechten van militairen verzegeld te krijgen bij die president, die er geen oog voor heeft, via zijn minister Matura. Ja, dat zijn de feitelijke problemen. En dan houdt men ons bezig met de landing van honderden Nederlandse militairen in Suriname. En dat is natuurlijk om die Surinaamse bevolking bang te maken. We zijn dus terug naar af. Het bezettingsleger in Suriname is terug. Het Nederlandse bezettingsleger dat moest terugtrekken vanwege de onafhankelijkheid van Suriname. En nu zie je dat leger terugkomen. Dat we zeggen, je kan gerust de conclusie trekken dat we eigenlijk niet meer onafhankelijk zijn sinds het aantreden van de regering Santo Ki. En het is een oproep aan de gehele Surinaamse bevolking om de soevereiniteit van Suriname, onze waardigheid, om die tegen elke prijs, en ik benadruk, tegen elke prijs te beschermen. En daarom, ik blijf het herhalen, ook op dit slot, ten slotte, dat men niet onsolidair moet zijn met de chauffeur van Paquito Biervliet. En dat is meneer Ashwin Ram Harak, de 28-jarige chauffeur, dat wij die bovenaan het lijstje moeten zetten van eisen dat die bevrijd moet worden. Die man heeft niks gedaan. Niks verkeerds gedaan, althans. Ja, en al diegenen die gaan protesteren, die zitten in hetzelfde parket. Dus je kunt niet die ene over het hoofd zien en niet solidair zijn met hem en denken dat wanneer je
straks op 24 maart in problemen komt, dat anderen met jou solidair zullen zijn. Daarom moeten wij deze vrijheden beschermen in Suriname, van vrijheid van demonstratie en vrijheid van meningsuiting. Dit was het voor deze keer. Ik groet u allen en ik dank u voor uw aandacht. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En de volgende keer is zondagnacht op maandag aanstaande. En ik zou zeggen, odi odi. Ludwig, bedankt en inderdaad, tot de volgende keer. Ja, Iwan, graag gedaan.